Breda Nu. Je weet het meteen. Martijn Bonk was 2 jaar lang de nachtburgemeester van Breda. In café De Bruine Pij wordt de nieuwe nachtburgemeester van Breda bekendgemaakt. Vanavond de wisseling van de wacht van de nachtburgemeester. We zijn hier bij De Bruine Pij en hier gaat het allemaal gebeuren. 2 fantastische jaren gehad, voorbij gevlogen. Veel lol gehad, veel nieuwe mensen gezien, veel bandjes. Want ik presenteerde af en toe wel eens een avondje. Ik ben hier met een bakfiets door de kerk gefietst met het afscheidscadeau van onze vorige burgemeester. Een duo-presentatietje met de gewone burgemeester. Ja, leuke mensen ontmoet, wat ik al zeg. Veel gedronken, toch wel. En de tijd is gewoon voorbij gevlogen. Echt. Het was gewoon fantastisch, man. Het is ook een eer om 2 jaar nachtburgemeester te mogen zijn van deze schitterende stad. Hoe vaak was je in de stad per week? Nou, tot verdriet van mijn vrouw, 3 tot 4 dagen in de week wel. Maar dat is wel eigenlijk een beetje sowieso mijn kruissnelheid. En, favoriete kroegen? Favoriete kroegen, PW, Pier 15, Mes voor optredens toch wel. Waar gaan we nog meer? Bommeltje, tuurlijk het schaapje, zwart schaapje. Nou, ik vind het eigenlijk overal wel leuk, joh. Wie denk jij dat de nieuwe nachtburgemeester wordt? Ik denk dat Jos de Jong, zoon van Michael de Jong van de Beiert, een goede kans maakt om nachtburgemeester van Breda te worden. Zeker. Uiteraard, ja. Die is redelijk altijd vaak in de stad. In de stad. Ja, klopt. Dus Mickey Sainoa of Ernie van Gorp, dat zijn echt topkandidaten. Ja. Freek Havemans van de Bobbel. Nou, ik denk dat Peter, de nexte, de perfecte nachtburgemeester van Breda kan zijn. De nieuwe nachtburgemeester voor de komende 2 jaar is de one and only, de man die mij gaat helpen de komende 2 jaar in de nachtelijke uren. Die ervoor zorgt dat de horeca draait en druist alle nachten weer. Dat is Ronald Verhouden, de nieuwe nachtburgemeester. Ralf, gefeliciteerd, want dat doen we even officieel. Ja, dankjewel. Hartstikke mooi, denk ik. Hè? Leuk, toch? Ja, supermooi. Weet je, Breda is een stad die heel veel heeft. Er wordt hard gewerkt. Er zijn heel veel initiatieven die ontplooien. Denk aan City of Imagineers, wat hier nu bezig is. Om de stad echt een gezicht te geven. Dat zijn allemaal van die dingen. Ik ben heel erg van het principe work hard, play hard. Mm-hmm. En als je naar Breda kijkt, er wordt heel hard gewerkt. Hè? En je hebt je dagelijkse beslommeringen. Daar is Paul natuurlijk heel erg bedreven in om dat allemaal in goede banen te leiden. Het stukje wat ik wil oppakken is eigenlijk meer het play hard gedeelte. Dus lol maken, plezier maken. Wel de lusten, maar niet de lasten. Nou, het gaat meer om een stukje energie opbouwen. Ja. Om je dagelijkse beslommeringen met heel veel plezier te kunnen doen. Ja. Breda is een heel mooi voorbeeld van een stad waar je gewoon lekker met mensen die je op straat tegenkomt. Omdat je ze al kent. Het is klein. Maakt het gewoon superleuk om in Breda een terrasje te pakken, een restaurantje te pakken, een theatervoorstelling te bezoeken, een dansvoorstelling te bezoeken of zelf te gaan dansen, een dansles te volgen. Dat zijn allemaal dingen die gewoon echt heel belangrijk zijn. Ja, het is toch wel een beetje een uniek moment tussen 2 burgemeesters in, omdat de ene leeft overdag en de andere het 's nachts. Nou, sorry, ik leef ook overdag hoor. Ik weet niet. Hoe laat sta jij nou zo op? Als ik vraag... Nou, door de week wil ik best wel om 7 uur opstaan. Ja? In het weekend wil het wat later zijn. Dus het worden gewoon altijd lange dagen voor jou. Want hoe laat lig je dan in bed? Waarom wil je dat weten, joh? Ja, toch, het is nachtburgemeester, laat dat toch wel even weten. Nou, weet je, dat zijn dingen die zijn aardig privé. Je maar slaapt weinig uren. Ik kan wel eens laat in bed liggen en ik kan eens wat later opstaan. Ja. En dan gewoon heel relaxed opstaan en dan nog even een biertje in de stad gaan doen. En hoe ziet de nacht bij u er dan uit, meneer Depla? Nou, ik weet dat we een echt een geweldige nachtburgemeester hadden. En ook de komende 2 jaar hebben. Ja. Weet ik dat ik in de nacht gewoon rustig naar huis kan gaan. Omdat de stad een veilig hand is. En de horeca een geweldig vertegenwoordiger heeft. Want dat is natuurlijk het leuke ook van de nachtburgemeester. Die staat voor Breda. En wat is een van de prachtige dingen van Breda, is een prachtige horeca. En daar hoort de nachtburgemeester bij. Je dit als een wereldreis maken. Gewoon echt go with the flow. Je koopt je eerste ticket naar je eerste bestemming. Dat is vanavond. En daarna moet de hele reis, je kunt diverse paden inslaan. En dat zal dit ook zo zijn. Dit kun je vooraf niet voorspellen. Dit is mooi. Breda is een mooie stad. En ik vind het heel spannend wat er allemaal gaat gebeuren. Ik denk dat ik met Paul ook heel veel gewoon dingen zal gaan bespreken. Ja. En gewoon eens even dingen op tafel leggen.